Ook de stichting Jeugdbelangen Zeeland vierde Koninginnedag op haar eigen wijze, zoals in de volgende bijdrage te zien is. Het geboortejaar van SJB. Ambitieuze mensen begonnen er gewoon mee. Hard werken, veel lol, draaiend om het Zeelandskind. Dit was de weg die SJB nog immer wint. Gelukkig duwden zij toen stevig door. De stichting was geboren, zij gingen er toen voor. De tijd verstreek, een kind werd groot. En er sprongen meerdere op onze boot. De stichting werd volwassen, kreeg meer kracht en werd ongemerkt stil aan Zeelands pracht. Gesteund en gedragen door velen uit het dorp der Blanken, eerlijk is eerlijk, daar hebben wij heel veel aan te danken. Ons magazijn, door velen al ooit eens van dichtbij bemunt, waar menigeen zijn weg naar vindt. En Sinterklaas, jongerenweekend op ons mooie Inca-bos. Laat de kinderen spelen, ja, laat ze daar maar los. De Zeelandse jeugd, zij gingen er zelf ook immer voor. En dankzij hen gaat de stichting door. Onze kracht zijn mensen, jong en oud. Een prachtige club waar SJB al 50 jaar op bouwt. Ook al is het oranje of rood, we varen allemaal op deze mooie boot. En onze kracht uit zich in brede dynamiek, dat maakt ons telkens weer enorm energiek. En ja, ja, zo gaan wij stevast door. Externe mensen, ook van de partij, ze zijn er vaak en staan ons heel vaak bij. Magazijn, Vlashoeven en beheer Inca Trein. Door hen loopt dit gesmeerd, zeg maar piepfijn. SJB, een brede club. En een breed gehoor in het dorp verweven. En zo gaan wij door. Met het kind centraal staat hier een club van goud. In de afgelopen 50 jaren krachtig opgebouwd. Dat maakt ons allen enorm trots en blij. En plakken er dus gerust nog 50 jaar bij. Door te roepen in ons oranje-rode koor. Het dak mag eraf. Tonight's gonna be a good night. 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 Met Simone van Heuvel. En Simone die weet alles te vertellen van Queensland. Want Simone, het is weer 50 jaar jubileum van Stichting Jeugdbelangen. En in de 50 jaar jubileum van Stichting Jeugdbelangen hebben jullie als Huiskerke, als bestuur van het Huiskerke, hebben een belangrijke
taak dit weekend, hè? Vertel eens. Ja, de Stichting Jeugdbelangen heeft ons gevraagd om een evenement te organiseren voor de groep waar hun eigenlijk heel weinig voor doen. Ja. En dat is 12 tot en met 16 jaar. Ja. En ze hebben gisteren een feest gehad voor de volwassenen en morgen is de Koninginnedag voor de basisschooljeugd. Dus ja, nu was het aan ons de vraag, omdat wij deze jeugd binnen hebben, 12 tot en met 16 jaar, om daar ook iets groots voor te organiseren. Iets spectaculairs met heel veel activiteiten erbij. Ja. Nou en goed, dan is nu aan jullie, was het nu aan jullie beurt, de faciliteiten worden door Stichting Jeugdbelangen neergezet. En jullie timmeren dan een programma in elkaar, hè? Ja. Nou, wat houdt het programma voor vandaag voor de jeugd in? We hebben van 4 tot met 6:30 hebben we de groep 7 tot en met 13 jaar binnen. We hebben daar verschillende dingen voor georganiseerd, zoals een techcoach die wat technische dingen laat zien. Een Harry de Hengst, een stier waar je op kunt zitten en silent disco. We hebben een beach lounge gebouwd. Dat is een beetje waar de middag een beetje om draait. En dan hebben we ook een avondprogramma van 7 tot 12 en dat is voor 12 tot en met 16 jaar. En dan komt Floris van So You Think You Can Dance, de winnaar van 2010 komt. Yeah. En dat is toch wel de grootste activiteit van vanavond. Ja. En we hebben vanavond ook de GGD die langskomt om wat alcoholpreventie te laten zien. Dus wat er gebeurt als je te veel alcohol op hebt en de gevolgen daarvan. Misschien volgend jaar terugkomt? Ja, het ligt eraan de opkomst van dit jaar. Maar als het dit jaar goed is en we hebben er een goed gevoel bij, dan zou het best kunnen dat we volgend jaar nog een festival hebben. Ja. Oké, het zou hartstikke leuk zijn. Heel veel succes vanavond voor de rest van de tijd. Ja, dankjewel.